Goedemorgen iedereen, welkom bij de online opleiding over de mailings en de nieuwsbrieven die jullie kunnen versturen via Resengo en hoe dat precies allemaal werkt. Zoals altijd kan je vragen stellen via de chat. Ik stuur ook deze videoopname van de webinar van de online opleiding door na de online opleiding. En ik stuur ook nog wat handleidingsjes door, want ik ga in grote lijnen zaken uitleggen, maar heel specifieke zaken ga ik jullie uitleggen aan de hand van die handleidingen die ik ga opsturen. Dus daar kan je zeker ook even naar kijken, na de opleiding zelf. Voilà, dus ik ga jullie eerst even tonen hoe dat jullie eigenlijk nieuwsbrieven kunnen sturen via het systeem van Resengo. Jullie hebben het misschien al eens gedaan, maar eigenlijk is dat heel gemakkelijk te vinden. Via het tandwieltje links van onder gaan we naar communicatie. En dan gaan we op mailing versturen klikken. Dan komen we eigenlijk op dit scherm terecht. En dan gaan we even op zoeken moeten klikken. Wat gaan we dan eigenlijk doen? We gaan alle leden die jullie in jullie ledenbestand hebben staan tevoorschijn toveren. Dus hier zien we nu dat we in totaal 385 leden hebben in de selectie. Dat betekent dat er in totaal qua e-mailadressen dat verzameld zijn door jullie 385 zijn. Bij jullie zal dat er waarschijnlijk wel iets meer zijn. Maar voilà, zo kun je eigenlijk zien wie er allemaal in jullie ledenlijst zit. Vervolgens gaan we nog wel een filter moeten doen, want spijtig genoeg kunnen we niet iedereen aanschrijven voor een nieuwsbrief, want de GDPR, de wetgeving, de Europese wetgeving, zegt dat we enkel een nieuwsbrief mogen sturen naar de mensen die ook daadwerkelijk hebben gezegd dat ze een nieuwsbrief willen ontvangen. En in het systeem kunt je dat zien aan de hand van die groene of rode bolletjes hier. Dus tijdens het reserveren gaan jullie klanten de mogelijkheid hebben om aan te vinken dat ze graag een nieuwsbrief willen ontvangen. Als ze dat aanvinken, komt dat bolletje hier bij die persoon op groen te staan. Anders komt dat bolletje hier op rood te staan. Dus we gaan hier even zeggen, we gaan op waar selecteren. En dan zien we dat we nog 228 mensen gaan kunnen mailen. En voilà, nu gaan we eigenlijk gewoon naar onder moeten scrollen en kunnen wij hier onze boodschap gaan typen. Wat veel klanten doen, is zij beginnen hier ook zaken aan te vinken. Dat mag je best niet doen. Als je gewoon al die mensen wilt aanschrijven, laat je gewoon die vakjes leeg. Als je specifieke mensen wilt aanschrijven, kan je die aanvinken. Maar dus deze vakjes, als je iedereen een nieuwsbrief wilt sturen, laat je die gewoon leeg staan zoals ze nu staan. En ga je gewoon naar onder en begin je hier te typen. Voilà. Dus nu kunnen we eigenlijk verschillende zaken doen. We kunnen gewoon onze boodschap beginnen typen. Voilà. We kunnen hier dan een mailtemplate aankoppelen, bijvoorbeeld onze algemene template van Resengo. Als we dan hier op preview klikken, krijgen we een preview te zien van die mail met het logo, met de verschillende fotootjes die jullie hebben. Dus dat gaat er eigenlijk uitzien, die mailtemplate, als jullie template van de bevestigingsmails en herinneringsmails enzovoort. Dus zo kunnen we perfect een nieuwsbrief gaan opmaken. Heel gemakkelijk en kan je zo die gaan versturen. En gewoon versturen klikken en voilà, dat gaat eigenlijk verstuurd worden naar al die mensen. Maar we kunnen ook iets meer daarmee doen. We kunnen uiteraard een onderwerp moet je ook natuurlijk even typen. Je kan ook de geavanceerde editor gebruiken. Daar kunnen we ervoor zorgen dat we afbeeldingen kunnen toevoegen, dat we bepaalde zaken in het vet kunnen zetten, in een bepaald kleurtje kunnen zetten. We kennen dit van zaken zoals Word of zo, waar we dan eigenlijk iets meer met onze tekst kunnen doen, die tekst een beetje meer gaan kunnen verwerken. We kunnen ook nog de mail een beetje gaan personaliseren. Zoals je kunt zien, kun je zeggen de voornaam. Dus in plaats van dat er gewoon komt beste of hallo, beste klant of zo, kan je ook direct de voornaam van die klant daar laten zetten. Wat betekent dat? We zien hier eigenlijk dat er verschillende klanten staan in het systeem. Bijvoorbeeld Frank Stroek hier. Als we die persoon gaan bewerken, zien we dat die voornaam van die persoon uiteraard Frank is. En dit veldje gaat die mail dan eigenlijk opnemen, zodat daar een beetje gepersonaliseerd komt te staan, dat daar beste Frank komt te staan in plaats van gewoon beste. Dus dat kan je zeker gebruiken, die gepersonaliseerde hashtags. Gewoon als we die hashtag nu gaan doen, gaat de naam daar gewoon te staan. En zien we hier beste Rob staan in plaats van gewoon. En hij gaat dan voor elke persoon apart zijn en gaat dat altijd automatisch aangepast worden. Voilà, dus hier kan je eigenlijk al heel veel mee doen. Je kan foto's toevoegen, je kan video's toevoegen, je kan met bullet points werken, je kan dingen in het vet in het groot zetten. Dus dat is allemaal mogelijk via deze weg. Maar wat ook mogelijk is, is eigenlijk om nog een stapje verder te gaan. Dat is iets dat wij jullie
Jullie kunnen dat zelf gaan aanbieden, maar jullie kunnen eigenlijk een HTML-mail ook gaan opmaken. Als jullie bijvoorbeeld iemand kennen die heel handig is met HTML, een soort van coderingssysteem, dan kunnen jullie eigenlijk ook dat gaan vragen aan die persoon om zo'n mail op te maken. Ik heb hier een voorbeeldje van zo'n mail even, van zo'n HTML-code even getoond. Hè. Dus dat is een beetje, voor mij is dat ook Chinees, maar allerhande zaken komt het ervoor dat het eigenlijk een heel mooie template gaat geven. Als we dan even gaan kijken. En we gaan die preview doen. Gaan we zien krijgen. Oh, ik moet even de geavanceerde editor afzetten. Zien we dat die mail er eigenlijk helemaal anders uitziet momenteel. Dus zo'n mails kunnen ook verstuurd worden via het systeem. En op die manier gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat we eigenlijk een heel gepersonaliseerde mail gaan maken. Maar dit is iets dat jullie door jullie webmaster kunnen vragen als jullie graag zo'n mail willen maken. Gewoon even vragen of om in HTML zo een mailtje te maken en kan dat ook zo gemaakt worden. Maar weet wel, als jullie zeggen van wij kunnen daar jullie niet heel veel mee helpen. Wij kunnen het enkel aanbieden dat het zo is. Maar bij ons op de support is die kennis van zo'n zaak ook heel beperkt. Dus wij kunnen het enkel aanbieden dat jullie dat door een externe persoon of door jullie zelf, als jullie die kennis hebben, laten opmaken, die HTML, kunnen jullie daar mooie mails mee maken. Maar wij kunnen jullie daar dus niet heel veel mee helpen. Dus daar wil ik jullie wel even voor waarschuwen. Maar weet wel dat het dus mogelijk is. Een andere optie is eigenlijk om een één afbeelding te maken via een extern programma, zoals bijvoorbeeld een Canva, een Paint of een ander programma waar je bepaalde afbeeldingen mee kunt maken en dan die afbeelding eigenlijk integraal gaan versturen. Dus dat is ook nog mogelijk. Daar ga ik je een handleiding voor sturen, dat je eigenlijk de mail opmaakt als een soort van afbeelding of een PDF en dat je dan zo eigenlijk die gaat versturen en dat je dan eigenlijk niet in deze editor dat moet doen, maar gewoon in je eigen programma waar je misschien iets meer kennis van hebt. Voilà. Dus dat is eigenlijk hoe je een mail kunt sturen naar iedereen. Ik zal even snel herhalen. Dus op het tandwieltje klikken. Communicatie en dan mailing versturen. En dan kunnen we daar eigenlijk die mailing gaan versturen. Het plaatsen van foto's kan je via de geavanceerde editor doen. En kan je eigenlijk gewoon, als we hier naar onder scrollen, dus via deze icoontjes kun je images gaan toevoegen. Maar je gaat die images via een URL kun je die toevoegen. Dus als die ergens op een website staan of zo. Maar je kan die ook gaan toevoegen via via je systeem zelf. Dus je gaat eerst dan via beheer, algemeen, bestanden, ga je die e-mails, die foto's toevoegen. En dan kan je die eigenlijk hier gaan uploaden via dit icoontje hier. Hier zien we eigenlijk de standaard afbeeldingen die al in het systeem staan. En hier staat ook upload your files via beheer, algemeen, bestanden. En zo kan je die foto's eigenlijk gaan toevoegen. Om die afbeelding helemaal als één geheel door te sturen, is het nog een beetje een andere werkwijze. Maar daar hebben we een heel handig handleidingsje van dat ik jullie ga opsturen. Want om dat nu nog uit te leggen, dat is een hele uitleg. Je kan ook inderdaad andere mailtemplates aanmaken. Dus we hebben hier de verschillende mailtemplates in het systeem. Bijvoorbeeld de Resengo Default Company is een mailtemplate die standaard wordt gemaakt aan de hand van jullie logo en jullie achtergrondfoto op jullie Resengo-pagina. Maar als je gaat naar beheer, algemeen mailtemplates, kan je hier ook nieuwe mailtemplates gaan toevoegen door op het plusje hier te klikken. Maar opnieuw, dat is ook wel iets dat via HTML loopt, dus dat gaat ook wel een beetje uitgebreider zijn. Dus kan je ook weer vragen aan iemand die daar iets meer kennis van heeft om hier eigenlijk een mailtemplate te gaan toevoegen. Voilà, dus beheer algemeen mailtemplates. De verschillende lettertypes en groottes gaat ook via de mailing versturen, kan je ook via die geavanceerde editor eigenlijk die zaken hier gaan aanpassen. En daar gaan we eigenlijk al die zaken zo gaan doen met verschillende sizes, verschillende fonts, kan dat allemaal aangepast worden. Dus eigenlijk die geavanceerde editor zorgt er eigenlijk voor dat je zoals bij Word bepaalde zaken kunt gaan aanpassen. Ik had het daar straks ook nog over die nieuwsbrief, die groene bolletjes. Die staan momenteel allemaal op groen of rood. Natuurlijk staan er
altijd te veel op rood. Je wilt altijd zoveel mogelijk mensen aanschrijven met zo'n nieuwsbrief. Dus dat kan je ook gaan stimuleren met je klanten door eigenlijk een link te plaatsen op je Facebookpagina, op je website, waar mensen zich opnieuw kunnen inschrijven voor die nieuwsbrief. En dat kan je vinden, die link kan je vinden via beheer, leden, toon meer en dan instellingen. Dus leden, toon meer, instellingen. En zien we hier een link voor de inschrijving op de nieuwsbrief. Die gaat er dan zo uitzien. En die link kan je delen op je Facebookpagina, op andere zaken kan je die link gaan delen. En daarna kunnen mensen zich gaan inschrijven op jullie nieuwsbrief. Want tijdens het reserveren staat daar een knopje voor een nieuwsbrief in te schrijven. Maar misschien dat mensen niet te goed weten wat die nieuwsbrieven precies inhouden. Misschien denken ze van ja, dan sturen ze mij misschien om de 2 dagen een mail, terwijl dat helemaal niet het geval is. Dus zeker ook interessant om dit eens opnieuw te delen aan je klantenbestand of aan de mensen via sociale media om te zeggen van schrijf je even in, gewoon heel gemakkelijk e-mail, voornaam invullen en voilà, dan kunnen zij zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Een tweede dat ik jullie wil tonen is ook de mogelijkheid om bepaalde mensen eigenlijk te gaan aanschrijven die al gereserveerd hebben. Dus het is mogelijk om gewoon een nieuwsbrief uit te sturen naar al je klanten via dus de beheer communicatie mailing versturen, maar je kan ook een mail sturen naar een select aantal klanten die bijvoorbeeld gereserveerd hebben tussen 1 januari en 2 maart. Bijvoorbeeld zo van die mails kan je ook gaan uitsturen. Dat kan je eigenlijk doen via de reserveringslijst. Hier staat RE, bij jullie zal dat waarschijnlijk 3 streepjes zijn. Kan je eigenlijk gewoon hier je filter gaan instellen. Bijvoorbeeld, ik wil graag alle reserveringen zien die groter zijn, die dit jaar gemaakt zijn geweest. Spijtig genoeg zullen dat natuurlijk niet zoveel zijn. En dan kan je hier van boven op dat vliegertje de personen in die selectie een mailtje gaan sturen. Gewoon daarop klikken en dan kom je eigenlijk op hetzelfde scherm terecht en kan je hier van onder die boodschap beginnen tippen om die mensen aan te schrijven. Ik zeg maar iets, bepaalde mensen, iemand is zijn jas vergeten op een bepaalde datum, je weet niet van wie die is, dan kan je iedereen die die dag heeft gereserveerd een mailtje sturen met iemand is zijn jas vergeten, kan die komen halen ofzovoort. Dus zo kan je eigenlijk ook heel specifieke mailings gaan sturen. En we hebben dit bijvoorbeeld gebruikt voor toen de lockdown werd aangekondigd. Alle mensen die tijdens die lockdown gereserveerd hadden, konden we dan heel gemakkelijk via deze weg een mailtje sturen om te zeggen dat de reservering niet door kon gaan. Ten slotte hebben we ook nog de automailings. De automailings gaan eigenlijk gedaan worden via beheer communicatie automailings. En via automailings kunnen we eigenlijk verjaardagsmailtjes gaan instellen. Verjaardagsmailtjes zijn eigenlijk, zoals ze zeggen, dat je naar al je klanten die de dag zelf, die verjaren de dag zelf, een mailtje kunt sturen met een leuke boodschap of met een bepaalde promotie om ervoor te zorgen dat zij ook dat gaan bekijken. Dus dat gaat via automailings, kan je eentje toevoegen, kan je al die zaken invullen, een boodschap toevoegen, een onderwerp toevoegen. Een specifieke dag, dus op de dag zelf, moeten die gestuurd worden. En voilà, zo kan je dat eigenlijk gaan doen. Je kunt niet alleen birthday mailings doen, je kunt ook automatisch last minutes gaan automailing gaan instellen. Dat er eigenlijk al je last minutes worden gemaild naar de mensen. Dat kan ook automatisch gedaan worden. Je kan ook, als je met abonnementen werkt, werken met een vervaldagabonnement. Dus als je termijnabonnementen vervallen, kan je die mensen ook een mailtje sturen, 5 dagen ervoor of zo, en zeggen van, je abonnement vervalt, pas op. En dat het allemaal automatisch gebeurt. En dat je daar eigenlijk geen zorgen voor moet maken. Ik krijg nog de vraag in verband met de privacyvoorwaarden. De privacyvoorwaarden zijn allemaal standaard ingevuld. Die kunnen ze ook vinden tijdens het reserveren staan, die daar eigenlijk allemaal mooi onder het vakje ook bij het invullen van hun basisgegevens van de klant zelf. Dus die zijn eigenlijk allemaal bij ons. Wij hebben die eigenlijk opgemaakt via de GDPR. We hebben die eigenlijk allemaal opgemaakt voor jullie ook. Dus op die manier moet u daar zeker geen zorgen over maken. Voilà, dat was een beetje de uitleg over de mailings. Ik zal kort nog even herhalen. Dus als je een nieuwsbrief wilt uitsturen, doe je dat via beheer, communicatie, mailing versturen. Je gaat zoeken, klikken en vervolgens zeg je, ik wil enkel de mensen die een nieuwsbrief hebben aan
schrijven. Je scrolt naar onder en je vult hier je mail in aan de hand van een geavanceerde editor, aan de hand van een HTML-code, aan de hand van een afbeelding, kan je die hier allemaal gaan toevoegen. Maar daar, over details van hoe dat die mails precies opgemaakt kunnen worden, stuur ik zeker nog handige handleidingsjes op. Vervolgens hebben we dan nog die automailings, ook via communicatie te vinden. Kan je automailings gaan opmaken? Denk maar aan verjaardagsmailtjes, last-minute mailtjes. Als je met abonnementen werkt, als je met een termijnabonnement, kan je zeggen 5 dagen voor het vervalt, stuur ik ook een mailtje. En tenslotte hebben we ook nog via de reserveringslijst de mogelijkheid om een mail te sturen naar een select aantal klanten over hun reservering op een bepaalde datum. Op een bepaalde, voor mensen die allemaal mensen die voor een bepaalde unit gereserveerd hebben. Dus iedereen die in de sauna zit of zo. Voilà, dus op die manier gaan we dat kunnen doen.